handschoentjes aan en mutsjes op. Het is fris in het stadion van Fortuna. De training is op de warming-up na besloten om de volledige focus op de wedstrijd te hebben. De club die vorige week nog complimenten kreeg over het spel tegen koploper Ajax, maar er geen punt aan overhield en dat moet veranderen. Het is lekker als je 3 punten pakt. Dat is logisch, daar snakken we naar, daar snakken de jongens heel erg naar. Om zeg maar daar je ja, een beetje zeg maar loon naar werken te krijgen, wat we de laatste tijd doen. Hè, op nogmaals Twente en Groningen na. Maar ja, die jongens hebben wel weer laten zien dat ze dit verdienen. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat weer kunnen laten zien wat we de laatste weken weer laten zien. Ja, dan ga je jezelf ook belonen. Winnen doet veel met iemand, met vertrouwen. En, weet je, het gevoel hier in de groep is goed. Alleen, er moet wel gewonnen worden. Yannick van Os is 23 jaar, kwam deze zomer over van PSV en heeft nu een basisplek veroverd onder de lat bij Fortuna ten koste van Alexei Kozelev. Hebben wij nu gezegd, oké, Yannick die blijft staan. Zijn kwaliteiten zijn in het meecoachen, aan de bal, in de opbouw en ook op de lijn is hij sterk. Nou goed, we weten dat hij zeg maar niet de grootste is, dus het is anders dan Alex misschien met voorzitten, maar hij heeft wel lef en hij komt. En heb je dan enorme sprongkracht misschien? Jawel, die is wel aanwezig, ja. Want je moet het compenseren? Ja, zeker. Ik moet het compenseren daarmee en met de bepaalde situaties goed inschatten waar de bal gaat vallen en welke hoek ze gaan schieten. Nee, dat zijn wel mijn sterke punten. Fortuna treft in PEC Zwolle een ploeg die niet lekker draait, 5 keer niet gewonnen en supporters die zich roeren. Het zou een ideaal scenario voor Fortuna zijn, voor het eerst dit seizoen na winst in eigen stadion.